also have to take it off, yeah? So don't... I'm in a rush for you. Now go away, please. Okay. I'll come to you later. Okay. Am ersten Tag schuf Gott die Welt. Und sah, dass es gut war. Am zweiten Tag erschuf Gott die Menschen. Und sah, dass es gut war. Am dritten Tag schuf Gott die Musik. Und sah, dass es gut war. Am vierten Tag erschuf Gott den Club. Und die Menschen tanzten. Hey DJ! Turn it up! Menschen noch immer nur tanzten. Und sah, dass es nicht gut war. Gott wollte, dass die Menschen feiern. Da schien ein helles Licht vom Himmel herab. Und Gott sprach zu der Menge: Ihr seid so leise.
Ja, de trots zit in het feit dat je voor zulke gebouwen ver moet gaan zoeken om het te vinden. En het feit dat hij zich toen uitgedaagd heeft geweten om te concurreren met het Rijksmuseum, ja, dat is iets. Daar kun je niet meer omheen kijken. Op zich geeft het iets van, ja, oké, we hebben hier iets gelijkaardigs staan, ergens in nowhere, waar er achter men je god weet wat ervan maakt. Want goed, het Rijksmuseum in Amsterdam, dat is een begrip over de ganse wereld. De hele renovatie van het gebouw heb ik gedaan. Ik heb de volledige renovatie geleid. Het is een periode waarin we eigenlijk geen echte stijl hebben. Het enige wat een beetje opkomt is de Amsterdamse school. Ik kan waarderen dat iemand een aantal stijlen beheerst en met die stijlen iets probeert te doen. Maar dan moet hij proberen iets wat van hem is en niet het wat van het iemand anders is. Het maakt het dat de originaliteit van de architect voor mij kleiner wordt. Het is vrij typisch dat ik probeer al op heel veel andere plaatsen andere werken van Vollinde te vinden. Kuipers heeft zelf in Oudenbosch dus in opdracht een kopie van de Sint-Pieterskerk in Rome neergezet. Ik sluit het dus niet uit dat Kuipers betrokken was bij de ontwikkeling van dit gebouw. Dit is een gelijkaardig constructiegebouw. Mensen die herkennen het en daar is het mee gedaan. Dit gebouw heeft ook nooit een rol gespeeld in de algemene cultuur. We hadden een oorspronkelijke dag om te gaan verkopen. Niet gerenoveerd had, op een gegeven moment hebben enkele mensen, ook hier ter plaatse, zich daartegen verzet omdat ze vonden dat we het niet konden maken om dit te verkopen. Belangrijk is dat dit omwille van het gebouw. Het was toen nog helemaal niet geclasseerd als monument, maar ik zag niet waar ik het geld vandaan kon halen om dit gebouw opnieuw geschikt te maken voor onderwijs. Ik zat met het idee van de verkoop. Uiteindelijk hebben we dat dan toch maar laten varen omdat de druk te groot was. We moeten er toch een grote publieke ruimte van maken. En daarmee krijgt dit gebouw wel weer een plaats terug. Er zijn een reeks gebouwen. Dan kan ik zeggen dat is van die architect, dat is van die architect. Je kent die architecten hier terug. Maar als je hier nu het zegt... Het Rijksmuseum wat is veel gelijkenis toont met deze bouw. Nu, de realiteit is ook tenzij, zo. Tenzij, je moet zeggen dat hij was een goede puzzelaar. Als ik de vorige hevel vergelijk, als ik dat fronton vergelijk, bij jullie staat daar Minerva. Ik heb daar hier staat dan het hele gat. Maar dan komt bij mij de vraag, wie is hier dan de ontwerper geweest in dit geheel? Heeft die meneer Vollinde overal zijn handtekening ondergezet? Of heeft meneer Vollinde getekend? Het is heel duidelijk dat daarin van wat geweest. Ik zie dus nergens dat in die zin vertelt men die eigenlijk dat meer geconstrueerd Vollinde, heeft. Vollinde, die architect was van de bisschop in Luik, dat hij dus inderdaad een kopie zou hebben gemaakt van de plannen van meneer Kuipers. Men vertelt ook dat er wel ik discussies kan geweest zijn. Ik kan nu alleen maar zeggen, hierover. Goed, dan hebben we hier een gebouw van meneer Kuipers staan. Dus vermoedt men, op zich de bisschoppen, hebben we geluk dat we dat Kuipers, gekregen hebben. Had zelf ook maar nog het wel zegt gebouwen, mij wel iets over de man die zowel de bisschop Ginder en de bisschop en over zijn opdrachtgevers. Ik eigenlijk vind het dus onder elkaar dat de zaak wel beslecht hebben. En dat de boel waarschijnlijk zo in het doofpot is geraakt. De bisschoppen hebben dit laten dit bouwen voor de opleiding van hun maar onderwijzers. Wij hebben hier dus niets van. De bisschop van Luik, die het heeft opgericht, was een fervent aanhanger van de Duitse Aufklärung. En in de Duitse Aufklärung hebben ze op een gegeven moment gesteld, de theologen en de catecheten, stelden dat men gissen, moest proberen onderwijs en kerk met elkaar te verbinden, zodoende dat men een greep zou kunnen krijgen op de opvoeding op de jongeren. Dat. En vandaar dat de bisschop van Luik eraan hield dat zijn onderwijzers dezelfde opleiding zou krijgen als de priesteropleiding. En hij plaatste die ook bij de seminaristen. Dat die discussie er dan vandaar toch geweest dat de onderwijsopleiding tussen die bisschoppen van Luik en dat Vollinde op basis daarvan zijn oorspronkelijk plan heeft verlaten en naar een E-vorm is gegaan in plaats van een volledig gesloten carré. En in 1839 worden die beide Limburgers geslipt. Ik denk dat dan de discussie gekomen is. En die bisschop van Luik was dit inderdaad bisschop van die twee stukken. Dat meneer en nu zit die man in moeilijkheden. Want al die